Kijk, wat gebeurt er op zo'n top? Er zijn 200 landen. Het is een Verenigde Naties conferentie die organiseert dat. En dat betekent dat er 200 landen aanwezig zijn en eigenlijk 200 eindonderhandelaars. Nou, die hebben allemaal een staf en een assistenten enzovoort. Dus er zijn misschien een paar duizend mensen in de onderhandeling. Van de 100.000 mensen die er hier zijn. En wat doet de rest daar eigenlijk? Want die onderhandelt niet echt, want dat doen de landen. En die proberen met elkaar afspraken te maken. Maar wat ik graag zou willen, is dat met name het bedrijfsleven dat hier aanwezig is, eigenlijk publiekelijk zichtbaar, ook op dergelijke conferenties, misschien duidelijke afspraken maakt. Over sectoren in de olie en gas, in de cement, in de staalindustrie, in de chemieindustrie, in toerisme enzovoort, met elkaar afspraken maakt. Zichtbaar voor de wereld. Dat gebeurt nu wel, maar misschien maar mondjesmaat. En in ieder geval niet altijd even zichtbaar voor de wereld. En dat zou goed zijn om de mensen die hier dus ook aanwezig zijn tot die verantwoordelijkheid te brengen. Ja, nou, u zit in heel wat commissariaten. U heeft ook met de Climate Alliance, er zitten allerlei CEO's bij aangesloten. Zijn die bedrijven? Welke Nederlandse bedrijven zijn daar bijvoorbeeld nu? Oh, heel veel bedrijven. Alle bedrijven die groot zijn. Een Unilever, een Philips, een DSM. Maar ook Shell en allerlei grote bedrijven die je kan bedenken in Nederland. Die zijn er wel. Ook bedrijven die iets te doen hebben met infrastructuur. Ja. En die kunnen ook helpen met klimaatadaptatie. Ons beschermen tegen klimaatverandering. Maar zijn die daar dan van Oort? Om toch misschien voor hun belangen te lobbyen, dat het beleid dat daar wellicht afgesproken wordt niet te veel nadelig voor hen is? Of zijn zij daar omdat ze zelf ook iets in willen leggen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat eigenlijk de meeste bedrijven die hier aanwezig zijn hele positieve intenties hebben en echt hun verantwoordelijkheid willen nemen. Als je dat helemaal niet wil, dan kom je misschien hier niet. En er zullen ongetwijfeld een aantal bedrijven zijn die tegen lobby doen. Maar de meeste bedrijven willen echt hun nek uitsteken en verantwoordelijkheid nemen. Dat is één. Ik vind dat het voorkomen van klimaatverandering, noem het moeilijk woord mitigatie, dat is een belangrijk onderwerp. Nu is dat voorbehouden aan landen. Landen hebben hun rijkwijde gaat niet verder dan hun landsgrenzen, per definitie. Bedrijven opereren over landsgrenzen. En het zou goed zijn om afspraken te maken tussen bedrijven die ook hier gesloten worden, zodat voor het front van de wereld dat zichtbaar is. Tweede onderwerp wat hier op de agenda staat is adaptatie. En daar doen we nog veel te weinig aan. Ja, maar dit is wel een beetje uw levensmissie geworden, toch, in de loop der jaren. Dat vanuit het bedrijfsleven er te veel gedacht wordt. Overheden moeten het klimaatprobleem oplossen. En wij horen het wel. En u zegt dat moet juist vanuit het bedrijfsleven komen. Eigenlijk zegt u, zo'n klimaatakkoord zoals toen in Parijs gesloten is, had eigenlijk tussen grote bedrijven gesloten moeten worden. Of in ieder geval met bedrijven. Ja, niet in plaats van, maar ook met. Daar ben ik het geheel mee eens. Die stelling, en daar pleit ik al jaren voor. Kijk, en sommigen zeggen, bedrijven zijn niet democratisch gekozen. Nou, de helft van de landen hierin aanwezig zijn ook niet democratisch gekozen. Of je kan het bedrijfsleven toch niet aan hun verantwoordelijkheid houden. Nee. Nou, blijkbaar kunnen we na 28 kops de landen ook niet helemaal aan hun verantwoordelijkheden houden. Dus dat zijn geen argumenten. Ik begrijp heel goed dat de Verenigde Naties een landenorganisatie is en dat landen hier wil onderhandelen. Echter, de emissies in de wereld komen niet van landen, van overheden. Die komen van bedrijven. Ja. Bedrijven die grensoverstijgend zijn. En waarom dwingen we niet het bedrijfsleven om hier collectief in verschillende sectoren afspraken te maken hoe hun sector opereert? Dan zeggen sommigen, ja, wil je dan nemen en shamen? Ik zeg, nou, ik wil met name nemen. De media en u en anderen doen dat shamen wel op het moment dat bedrijven niet meedoen of zich er niet aan houden, dat hoef ik niet te doen. Nou, dat is nog best lastig, want dat is best moeilijk in kaart te brengen voor ons journalisten. Op dit moment is dat lastig voor u, omdat het niet helemaal transparant hier gebeurt. Op het moment dat wij klimaatconferentie kunnen hebben waarin duidelijker
gewoon zichtbaar publiekelijk die afspraken worden gemaakt, is het veel makkelijker voor u. Zoals het u ook makkelijk is om te zeggen welke landen houden zich er niet aan, want dat wordt gewoon elk jaar hier gepubliceerd. Ja. Nou, een aantal landen liggen er niet wakker van dat ze niet op koers liggen. Maar toch, het is even goed dat dat open, eerlijk en transparant is. En dat zou ik ook graag voor het bedrijfsleven willen hebben. Ja, een van de dingen is, als er